Hi. Ik heb net ook een video gemaakt, maar die is miraculously verdwenen van mijn SD-kaartje. Dus daarom dat ik hem even overnieuw maak. Kans dat ik nu wat dingen vergeet die ik net wel heb gezegd, dan zal ik die even gewoon overal en ergens neerzetten. Anyway, hi. Ik ben Denise. En ik wil het vandaag even kort, of niet zo heel erg kort, ik weet niet hoe het gaat worden, hebben over first dates. De Nederlandse versie hiervan. Hier heb ik deel van uitgemaakt. Ik heb meegedaan aan het programma. Dus vandaar dat ik even het erover wil hebben. Ik was niet van plan om dit te doen in eerste instantie. Maar toen heb ik de aflevering gezien en heb ik de review gelezen van het NRC volgens mij. En toen dacht ik, hier wil ik wel even nog wat dingen over clarifyen en even dingen duidelijk maken, zeg maar. Dus vandaar deze video. Oké, laten we bij het begin beginnen. Ik heb mij opgegeven, want ik was sinds eind december single. Ik heb geen werk, ik heb geen school, ik ga niet uit, dus ik ontmoet vrij weinig mensen. Dus ja, en Tinder is Tinder, zoals ik ook al zei in de aflevering. Dat is niet heel erg fruitful. Dus vandaar dat toen ik de advertentie zag met vraag naar mensen voor het programma, dacht ik, ja, oké, weet je, dat gaan we gewoon doen. En het is überhaupt gewoon een leuke ervaring, dacht ik, dus ik ga het gewoon doen. Ingeschreven, berichtje terug. Toen moest ik wat papierwerk invullen. Dingen over mezelf, dingen over waar ik naar zocht. Vroegere ervaringen, et cetera, et cetera. En toen heb ik nog 1 of 2 keer volgens mij met iemand aan de telefoon gepraat en nog wat extra informatie gegeven. En toen zei ze nog, er zijn heel veel mensen en we weten niet of we een match voor je kunnen vinden. Dus hou daar rekening mee, weet je. Het is niet per se dat als je inschrijft dat je dan ook gelijk je date krijgt. Dat is niet zo. Want we moeten natuurlijk wel een match voor je vinden. Dus ik dacht, oké, weet je, we wachten het gewoon af wat er gaat gebeuren. Toen werd ik gebeld of ik langs kon komen op kantoor om een interview te doen. Dat is ook overigens een interview wat je, waar je soms stukjes van ziet. En ik had toen een andere outfit aan, dus daar kan je ook zien of het ervoor of erna is. In de ene had ik een wit jurkje aan met bloemen en bij mijn date had ik een bordeaux jurkje en een zwart hokje. Dus daarom kan je ook zien wat beforehand is en wat na de date is gebeurd. Even denken. Ja, toen werd ik gespot, toen moest ik langskomen, interview. Was denk ik een interview van ongeveer 1/2 uur of zo. Waarin ik dus over mezelf vertelde, best experiences en waar ik naar zocht. Ik was vrij vaag in waar ik naar zocht, omdat het ook gewoon vrij vaag voor mezelf is. Op uiterlijk gebied kan ik overal wel opvallen. Ik heb iets minder met blauwe ogen, maar verder heb ik ook gewoon mensen gedate met blauwe ogen, dus daar ligt het echt niet aan. Maar ik heb gewoon een preference voor bruine ogen, maar goed, dat is het ook. Verder, ja, iemand die niet obese is of zo, weet je, ik bedoel wat molliger of zo, vind ik geen probleem. Maar echt, als je de deur niet meer uit kan, dan wordt het voor mij een beetje, nee, dat is niet zo mijn ding. Dus dat heb ik aangegeven. Ik heb aangegeven dat ik gewoon een lief iemand wil die liever thuis blijft dan uitgaat. Qua clubs en weet je, dat soort dingen, feestjes en zo, dat niet. Maar wel gewoon ook leuke dagjes wil gaan beleven en pretparken en zo, weet je wel, dat wel. Alleen niet uitgaan. Ja, ik denk dat dat een beetje was. Op zich. Ja, dat iemand die van gamen houdt en volgens mij heb ik ook nog gezegd ongeveer tussen de 18 en 26, denk ik, qua leeftijd. Daar is niet helemaal rekening mee gehouden, maar goed, dat maakt niet uit. Dus dat interview heb ik gehad en toen dacht ik nog, nou weet je, we gaan het zien. Toen zei ze ook al wel van, ik denk dat we wel een match voor je hebben. Dus ik dacht, oeh, een beetje leuk. En ja, was ik wel een beetje zenuwachtig, maar toen kreeg ik dus later een berichtje weer van, hi, we hebben je match gevonden en
kan dan en dan daarheen komen. En dan heb je je date. En toen dacht ik, oeh lord, ik was heel zenuwachtig. Ik maakte me ook wel een beetje zorgen over het eten. En ik heb nog opgezocht of ik iets kon vinden over het menu of wat dan ook. Dat ik een beetje beforehand wist wat er allemaal was. Maar dat kon ik niet vinden, dus toen werd ik er heel zenuwachtig over. Toen kwam ik daar, op de dag zelf kwam ik binnen bij waar ik mij moest melden. En daar zat Mark, volgens mij. Mark heet hij? Volgens mij heet hij Mark. En toen dacht ik, oh, wat raar dat ik hem nu al mag zien. En dat ik al met hem mag praten. En dat ik, weet je, dan moet ik dan gewoon zo meteen doen alsof ik verbaasd ben als ik hem zie in het restaurant. Of hoe werkt dat? Ik vond het een beetje raar dat ik hem al kon zien en zo. En toen dacht ik, oh, dat was vaag. Maar goed, weet je, het is wat het is. Dus heb ik daar een beetje gepraat en daar een tijdje gewacht. En toen dacht ik, oh, het duurt wel een beetje lang. En toen bleek dat er een storing was. De camera's deden het volgens mij niet meer. Of iets in die richting. Maar er was dus een storing. En toen dacht ik, oh, nou, oké. Zijn we voor niks naar Amsterdam teruggegaan. Dus toen mocht ik weer naar huis. Toen ben ik naar huis gegaan. En een week later kwam ik weer terug voor mijn date. En toen waren er wat figuranten. Zeg maar in het restaurant zelf zijn er een paar dates bezig. Ik denk een stuk of drie of zo. En de rest zijn allemaal figuranten die er komen eten. Dus als je denkt van, hé, waarom zie ik die niet in de aflevering? Dat is dus omdat het figuranten zijn. Maar ik kwam er dus binnen, er waren een paar figuranten. En volgens mij ook nog één meisje dat ook op date ging, kwam later nog binnen. En toen vroeg ik nog, moet ik zo meteen doen alsof ik verbaasd ben als ik hem zie? En toen vroeg ze, wat? En toen zei ze van, ja, ik heb mijn date al vorige week ontmoet. En hoe moet ik dat dus aanpakken? En weet je, ik dacht van, ja, ik wat moet ik doen? En zei ze, nee, dat was niet je date, Je date zat toen al in het andere, zeg maar, bij het restaurant zelf. Daar op die locatie was hij. En jij was toen hier en jullie hebben elkaar nog helemaal niet gezien. En toen werd ik zo intens zenuwachtig toen ik dat hoorde. Want ik had me gewoon de hele week voorbereid op wie ik tegenover me ging krijgen. En ik dacht nog, oké, het enige waar ik me nu zorgen over hoef te maken is het eten. Dat is alles. Ik weet wie ik tegenover me krijg. Komt goed. En toen bleek het dus niet zo te zijn. Dus toen kreeg ik een lichte paniekaanval. En toen dacht ik, oh boy, dit is echt te veel. En dat. Dus toen werd ik opgehaald met een busje. En gingen we naar de locatie toe voor het restaurant en voor de date. En toen werd ik extreem zenuwachtig. Want zoals ik al zei in de aflevering zelf ook. Ik heb niet echt veel date ervaring. Ik heb wel relaties gehad. Maar echt daten en iets gaan drinken met iemand en weet ik veel, dat soort dingen heb ik nog niet bar veel gedaan. Vooral niet voor first dates. Dat is trouwens opgenomen in juli. Ondertussen heb ik wel een paar dates gehad, maar ook niet echt heel veel. Het is nog steeds niet heel veel ervaring, maar toen al helemaal niet. Dus ik heb daarvoor eigenlijk niet echt gedate, misschien één keer of zo, maar niet echt ervaring mee gehad. Dus het was en een van mijn eerste dates. En het was ook nog eens een blind date. En het was op televisie. Dus ik dacht, oh Jesus. Weet je, dat was een beetje intens. Maar goed. Toen moest ik dus naar boven te lopen. En ik draag vrijwel nooit hakken. Alleen met events en zo. Dus ik dacht, hoe ga ik dit aanpakken? Op die trap. Dus ik dacht, als ik maar gewoon snel naar boven ren. Dan ben ik er snel en dan komt het allemaal goed. Dus ik naar boven rennen. En toen was daar Sergio. Niet op een negatieve manier, maar Sergio heeft zo'n personality en blik en stem dat als hij tegen je praat, dan voel je je zo zwaar of zo. Ik weet niet hoe ik het echt moet omschrijven, maar je voelt je heel erg bekeken ook en je voelt je heel erg alsof de hele wereld ineens naar je kijkt of zo. Ik weet het niet, maar ik werd er zo zenuwachtig van hem. Maar niet iets tegen hem persoonlijk of zo, maar gewoon als hij tegen je praat, dan voel je je heel erg bekeken of zo. Ik weet niet wat het precies is. En toen zei hij ook nog eens dat mijn date al aan de bar zat. Dus dacht ik helemaal, oh nee, waarom kon ik niet gewoon als eerste zijn gegaan? Dan had het nog iets misschien meer meegevallen of zo. En toen is hij even stiekem kijken, zou ik met hem praten. Toen dacht ik, oh,
Rudo, ik wil Mark in mijn hoofd. Weet je, dat is het beeld dat ik had in mijn hoofd van wat ik ging tegemoetkomen. Dus ik wil het hebben. Maar Benji is compleet anders dan Mark, looks-wise. Dus ik was even van mijn apropos. Niet per se op een negatieve manier of wat dan ook. Maar ik dacht echt van, oké, dat is niet wat ik verwacht had. Dus ik liep er doorheen, voorgesteld. En op dat punt hebben ze wel een beetje geëdit dat het wat extra awkward leek dan het was. Want het was helemaal niet zo heel erg awkward. Maar ze hebben echt gewoon de stiltes eruit gepakt, echt. Want we hebben het toen gehad over werk en school en wat we deden, wat we gedaan hadden, waar we woonden. Het feit dat ik niet dronk, maar dat zat wel in aflevering. Maar we hebben wel gewoon gepraat en zo. En dat leek wel meer awkward op tv dan dat het echt was. Toen gingen we zitten en toen bestellen. Nou, zoals jullie kunnen zien in de aflevering, weet ik van de helft niet op de kaart wat het was. Maar dat is wel een van de dingen waar ik een beetje aan stoor. Is dat in de review staat dat ik het eten eng en vies vond. Eng? Ja, misschien. Ik was wel een beetje zenuwachtig ervoor. Ik was wel een beetje bang ervoor eigenlijk. Want ik maakte me heel erg zorgen. Toen ik wist al wanneer ik de date zou hebben, maakte ik me toen al zorgen over hoe het over zou komen. Of mijn date me niet zou uitlachen, zeg maar echt uitlachen. Of dat mijn date niet negatief over me zou denken. Of dat mensen thuis niet negatief over me zouden denken. Want ik bedoel, weet je, het kan heel verkeerd overkomen misschien. Of dat mensen denken dat ik dom ben of zo, weet je. Of weet je, daar was ik heel erg bang voor. En ik wou niet zo overkomen of ondankbaar overkomen of weet ik veel. Het kan op zoveel manieren overkomen. Daar was ik heel erg bang voor. En ik was ook bang voor wat ik ging eten. Want wat nou als er niks tussen zat wat ik lustte, zeg maar, of kon tolereren. En weet je, dat wou ik niet. En daar maakte ik me gewoon heel erg druk om. En toen ik het zag, vond ik het nog heel erg meevallen. Ik heb voor mijn gevoel nergens gezegd dat ik het vies vond. Ik heb nergens een gezicht getrokken dat ik het vies vond. Ik keek bedenkelijk bij de tempura, dat zeker. Ik keek bedenkelijk van, oh, wat is dit? Want het is allemaal zo nieuw voor me. Ik had het nog nooit gegeten. En ja, dan ga je niet, weet je. Dan trek je nou eenmaal gewoon een bedenkelijk gezicht dat je denkt, wat is dit? Weet je, een nieuwe ervaring. Maar ik heb het echt niet vies gevonden. En ik vind ook niet dat het overkwam alsof ik het vies vond. Maar goed, dat ben ik persoonlijk, want ik weet hoe ik ben. Maar ja, ik ga nou helemaal liever naar de McDonald's. It is what it is. Dus dat was dat. Toen op een gegeven moment werd ik weggeroepen omdat mijn microfoontje een probleem had. En dat zag de reviewer als dat ik heel erg lang blijkbaar naar de wc ben gegaan. Dat is niet zo, ik ben niet naar de wc gegaan, de hele tijd niet. Pas daarna ben ik naar de wc gegaan, toen moest ik ook altijd best wel nodig. Maar goed, ik ben niet naar de wc gegaan. Het was gewoon iets wat gecheckt werd. En ik ben ook niet heel lang weg geweest. Het was echt 2 minuten of zo. Dus ik weet niet waarom iemand denkt dat het heel erg lang is geweest. Want dat viel reuze mee. Het is niet dat ik een paniekaanval op de wc had of zo. Of dat ik weg wou rennen van de date op de wc. Dat was allemaal niet zo. Het was gewoon alleen even de microfoon checken. In de review schrijft ze ook over van, praat nou eens over gamen. We hebben echt over van alles gehad. Je ziet echt maar 5% of 10% van de hele date. We hebben het heel veel gehad over gamen, over... hij had ook nog verhalen verteld over dat hij competities had gedaan en zo. En we hebben het gehad over andere hobby's en hij styledanst. En we hebben het gehad over reizen en over onze exen en ervaringen. En we hebben zoveel gepraat. Maar dat zit er gewoon niet allemaal in, weet je. Onze date is heel makkelijk te summarizen in Denise houdt van McDonald's en vindt restaurant eten eng. En Denise en Benjamin houden allebei van gamen. Dat was onze hele date zoals die op tv te zien was. En dat snap ik ook wel, want dat was onze pinpoint, weet je. Dat is ook denk ik waarop ze ons hadden gematcht, was het feit dat we allebei gamen. En ook misschien voor een deel het feit dat ik iets zei over blauwe ogen en dat daarom misschien een beetje, ik weet het niet. Maar dat was wel denk ik de reden vooral dat ze ons gematcht hadden van het game stelletje, de game match, zeg maar. Oh, game match, ja, oké. Maar weet je, daarom werden we ook een beetje gepinpoint. Dus ik denk dat we het daarom vooral daarover hebben gehad. En McDonald's ding zou vast wel hebben meegespeeld. Dat ze dat grappig vonden of zo, ik weet niet. De interviewer zei ook dat ze me een grappig mens vond. Dus ik weet het niet. Maar goed, ja, nee. Ik
vind het ergens ook wel jammer dat het zoveel over game alleen ging. Maar ja. Ook zei hij dat het gesprek niet echt tussen ons op gang kwam. Maar nogmaals, dat is niet zo geweest. We hebben een heel erg fijn gesprek gehad. We hebben een hele fijne date gehad. Ik heb een hele leuke tijd gehad met Benji. En ja. Oh ja. Sommige mensen denken dat first dates gescript is of gestaged is of wat dan ook. Dat is absoluut niet waar. Was het maar zo. Dan was ik minder awkward uit de hoek gekomen en had ik gewoon iets om aan vast te houden. Maar nee, dit is gewoon 99% echt. Soms worden dingen wel gestuurd natuurlijk, weet je, dat ze dingen zeggen en dat je daarop antwoordt en dat ze dat gebruiken. Bijvoorbeeld ook op een gegeven moment in de aflevering zeg ik, het is wel een leuke nerd. Nerd is nooit een, zou ik nooit gebruikt hebben om Benji te beschrijven, want Benji is meer een gamer of een geek, maar niet echt een nerd. Het zijn hele andere dingen, maar het lijkt voor menig mensen gewoon hetzelfde, maar dat is niet zo. Maar omdat ze, de interviewer, zei ervoor, maar het is geen standaard nerd, het is wel een leuke nerd. Toch? Dan zei ik, het is wel een leuke nerd. Weet je, dat wordt er dan wel uitgepakt, maar ze zeggen nergens van doe dit of doe dat of zeg dit of zeg dat. Ze vragen aan het einde van zou die elkaar een kusje willen geven? Nou, ik heb er zelf voor gekozen om Benji een kus op zijn wang te geven. Ik vond een kus op ons wel een beetje ver gaan, maar ik vond het ook wel weer leuk om het gewoon te doen, weet je. Ik bedoel, het was een fijne date, we hadden een leuke tijd gehad. Ik dacht, ja, weet je, kom maar gewoon hier. Maar ze zeggen nergens, doe dit of doe dat. Het is echt gewoon een keuze geweest van ons zelf. Of nee, van mij. En ik heb daar Benji bij ingetrokken. Nee, maar het is absoluut niet gestaged of scripted of wat dan ook. Het is gewoon allemaal echt. Ik weet natuurlijk niet hoe dat staat met de barman en Sergio. Ik bedoel, tuurlijk hebben die praatjes klaar, want ze moeten ook confident overkomen, weet je. Dus dat is anders dan de daters. Maar de daters zijn in elk geval gewoon 100% echt. Dus daar is niks aan gescript of wat dan ook. Benji en ik hebben na de date wel nog veel geappt. Ook een grappig verhaal is, bij het interview daarna vroegen ze van, en wat nu? En zei ik van, ja, ik denk nummers uitwisselen, weet je wel. Dus ik dacht, oh, dan gaan we dus meteen nummers uitwisselen. Dus toen, toen kwamen we bij de auto, want toen werden we weer teruggebracht naar waar ik als eerste vandaan kwam. Zeg maar het verzamelpunt. Dus daar gingen we terug en er zaten nog wat andere mensen in de auto. Toen hebben we ook de selfie gemaakt. En toen dacht ik nog, weet je, dan stappen ze meteen uit. Dan praten we nog even, wisselen we nummers uit. All good. Maar wat leek, Benji bleef zitten in de auto. En Benji werd afgezet bij het station volgens mij. Dus ik stapte uit en ik draaide me om. En toen reed Benji weg. Dus toen had ik nog een mailtje gestuurd naar de redactie van, hi, zou ik Benji's nummer misschien mogen? En toen kreeg ik al een mailtje van, hi, Benji vroeg of we je nummer mochten geven. Is dat oké? Okay? Ik zei, ja, ja, natuurlijk. Toen hebben Benji en ik een tijd best wel actief geappt. We appen nu nog steeds wel eens iets minder actief, maar we hebben wel nog redelijk contact. Maar we kwamen erachter dat er toch niet echt een romantische klik is of echt potentie is om meer te zijn dan wat we zijn. En ik denk dat voor mij persoonlijk ook een deel de afstand ermee te maken heeft dat ik geen tweede date heb gehad. Ik bedoel, misschien een relatie niet, maar tweede date was wel leuk geweest. Maar goed, ik heb geen rijbewijs, ik heb geen auto en ik heb geen studenten-OV en dan is Breda toch wel redelijk een eindje voor mij om te doen. Dus ja, toen hebben we besloten om dat niet te doen. Hebben we ook allebei wel begrip voor gehad. Ik weet niet hoe ik het moet zeggen. In elk geval, we waren het er allebei wel mee eens dat het niks zou worden. Dus ook toen ik het voorstukje zag van Benji waarin hij zegt dat zijn vorige relatie is uitgegaan vanwege dat hij zijn emoties niet kon uiten, dacht ik ook wel, ja, oké, het is wel beter dat het niks is geworden, want daar had ik ook een groot probleem mee gehad waarschijnlijk. Sorry, ik ben een beetje ziek. Maar ja, nee, geen bad blood. Ik ben heel blij dat ik mijn date heb gehad met Benji. Ik schrok eerst wel een beetje van zijn leeftijd, want ja, ik had opgegeven dus 18 tot en met 26 en dan zit er ineens iemand van 30, maar hij leek helemaal geen 30, ook niet in zijn doen en laten. Dus ik dacht, oh, weet je, het valt wel mee. Maar aan het begin was het wel even verschrikkelijk. Ik dacht, oh, 30, oh, oké. Ik dacht van, die zit in een hele andere fase van zijn leven. Maar het is op zich ook wel zo. Alleen, we zitten gewoon niet op hetzelfde level wat dat betreft. En dat is oké. Weet je, ik bedoel, we
konden gewoon heel fijn praten. We hebben een hele leuke date gehad. Nogmaals, ik ben blij dat ik mijn date met Benji heb kunnen hebben, want ik heb een hele leuke tijd gehad. Hele fijne ervaring. En het had erger gekund. Het is heel erger. Dus ik ben echt heel erg blij dat ik mijn date met Benji heb kunnen hebben. Gewoon een hele aardige jongen. De date was helemaal niet zo awkward als het leek. Nogmaals, we hebben gewoon best wel veel gepraat eigenlijk. Veel gelachen ook. Ik vind wel dat de mensen bij first dates echt goed hun best doen om mensen te matchen. Alleen ik denk dat ze soms op één aspect doodstaren. En dat is ook wel begrijpelijk. Ik bedoel, het is heel lastig om mensen te vinden die allemaal dingen zoeken van elkaar, zeg maar. Dat het echt gewoon een goede match is. Dus denken, oh, dit en dit match, misschien kunnen we dat dan doen, weet je? Ik denk dat ze dan kijken naar hele grote afknappers die mensen hebben aangegeven. En dat ze dat dan niet doen. Maar verder dat ze het wel gewoon doen. Voor mij, ik heb alleen gezegd dat ik iemand wel die betrouwbaar is. En ja, dat was mijn main ding eigenlijk. Gewoon iemand die betrouwbaar is en gewoon lief is. Oké, dus de main dingen. Het is niet gescript. Ik vond het eten niet vies. Ik vond het alleen een beetje eng. Dat is zeker waar. Even denken. Dat zijn wel de grootste punten die ik even wil doorbrengen. Nee, maar first dates, echt. Het team is echt geweldig. Hele lieve mensen. Hele aardige, caring mensen. Ze zijn heel respectvol, heel stijlvol. Ik vind het ook heel erg mooi geëdit. Ook gewoon heel classy. Weet je, ik bedoel, los van het moment dat het een beetje awkward leek. Ze hebben niet dingen uit context gehaald. Ze hebben geen vage dingen ermee gedaan. Ze hebben ons niet anders laten overkomen dan dat we echt zijn. Weet je, het is gewoon allemaal heel erg respectvol gedaan. Dat is best wel shocking met reality TV of met dit soort programma's. Dat het zo respectvol gedaan wordt. Maar ik vond het echt heel erg goed. Ik bedoel, Benji heeft wel een paar dingen gezegd die uit context heel verkeerd over kunnen komen. Ook een van die dingen is verkeerd op mij overgekomen. Hij heeft in het interview na de date, zei hij iets wat ik heel erg persoonlijk nam. Hij zei namelijk dat ik hem in het echte leven niet was opgevallen. En dat vond ik best wel hurtful. Ook al bedoelde het helemaal niet zo. Maar het kwam al zo over. Dus ik dacht van ja, weet je, als dat dan in de aflevering zou komen of zo. Ik was wel een beetje, maakte me een beetje zorgen over dat het misschien voor hem slecht over zou kunnen komen. En ook, ik weet dat sommige mensen misschien denken van, oh, wat een eikel. Hij heeft me eens betaald voor de eerste date. En zoveel mensen doen dat wel of zo. Maar nee, ik bedoel, ik ben niet iemand om daarnaar te pushen dat iemand voor mij betaalt. Ik ben ook niet iemand om naar te pushen om voor een eerste date zelf alles te betalen. Dus daarom zei ik gewoon laten we splitten. En dat vond hij oké. En ja, weet je, zo is het gegaan. Ja, ik zou het zeker nog een keer doen als ik de kans had. Ik zou niet, ik zou deze ervaring niet mislopen. Ik vond het gewoon, ja. Ja, ik ben blij dat ik het gedaan heb. En ik ben ook heel erg blij met hoe ze de aflevering in elkaar hebben gezet. Echt. Props. Dus ja, we gaan wel zien waar alles eindigt. En ik hoop dat ik jullie hiermee een beetje meer insight heb kunnen geven over het programma. En over mij en misschien over Benji. Dat misschien iets meer dingen wat duidelijker zijn. En ik vond het heel erg leuk om te zien. En ik hoop dat jullie het ook leuk vonden om te zien. En ja, dat was het. Fijne avond, dag, nacht verder nog. Fijne iets. Fijne iets. Fijne iets nog verder. Oké, doeg.